Zeker is vrijwilligerswerk belangrijk. Ik werk zelf bij een vrijwilligersorganisatie, Scouting Nederland. Dus wij zien hoe belangrijk het is. Hè, dat het steeds lastiger is om mensen te krijgen. We hebben ook een nieuw plan voor de toekomst. Dat we met de maatschappelijke stage, ook al wordt namens de overheid daar niet meer voor betaald, gaan we dat vanuit de gemeente oppakken. Omdat we zien dat het heel goed is om jongeren daar alert op te maken. Samenleven doe je samen. En dan is dit project ook een prachtige kans voor. We hebben personeel dat wordt ingezet om de vraag en aanbod van het vrijwilligerswerk ook echt daadwerkelijk te doen. En de gemeente hebben we daarvoor nodig. En de gemeente heeft overigens ook ons nodig. Want het is toch een beetje de wisselwerking. Je zou kunnen zeggen dat wij een stukje gemeentelijk beleid uitvoeren. Ik ben echt heel erg onder de indruk geraakt van wat allemaal vanuit het vrijwilligerswerk gebeurt. En ik ben daar heel enthousiast over. Met name omdat mijn slogan voor de komende collegeperiode is: samenleven, dat doe je echt samen. En daar hoort dat vrijwilligerswerk natuurlijk echt helemaal bij. Het vrijwilligerswerk, je hebt er een soort standaard beeld bij. En dat er zoveel vrijwilligerswerk is wat gewoon heel anders is. Als voorbeeld, een maatje wat, die zelf heel erg van fotografie houdt. En die iemand die behoefte had aan contact, et cetera, juist op die hobby een verbinding kreeg. En waardoor die ander erg enthousiast werd over dat fotograferen en helemaal daarin mee ging. En nu vervolgens zelf maatje geworden is. Nou, dat vond ik wel een heel mooi voorbeeld van oh ja, zo kan het ook. Ook zelf doe ik natuurlijk vrijwilligerswerk, maar dan niet georganiseerd. Dus dan bedenk ik, dat is natuurlijk het overlappende, wat we hier natuurlijk ook net hebben besproken. Maar het is natuurlijk super dat het in de maatschappij kan. En ik vind het geweldig als ik al deze verhalen hoor, hoeveel vrijwilligers we hebben in huizen. En staat deze gemeenteraad die we nu hebben open voor het vrijwilligerswerk? Ja, absoluut, absoluut. We kunnen niet anders ervaren dat sinds de 30 jaar dat we bestaan is er steeds ondersteuning geweest. En de gemeenteraad heeft het in elke samenstelling altijd belangrijk gevonden. Ja, we hebben zeker een promotor. Ja, absoluut. Ik ben erg enthousiast. Ja.